Door, door, door. Heel mooi. Bep! Oh, hoe ging die langs? Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. En leuk dat je kijkt naar een FIFA-video. Dit is niet het scherm wat je normaal gesproken gewend bent. Want ik ga een best of 3 tegen Harm doen. Harm speelt af en toe ook wel eens FIFA. Dus dat leek me wel een leuke wedstrijd. Bij deze best of 3 moeten we elke wedstrijd een ander team kiezen. En dat zijn zo'n beetje de regels eigenlijk. Harm. Ja. Wat is de challenge? Ja, er moet wel iets gebeuren. Hè? Ik bedoel, het is de strijd der strijden. Ik vind dat als degene die verliest, hè, best out of three, dat die gewoon één video, gewoon een onderbroek op zijn kop moet doen. Gewoon de hele video. Een video naar keuze, of een FIFA-video. Nou, of, we kunnen ook een viral video doen. Dat kan je van tevoren niet weten, Koekwoud. Tuurlijk wel. Ah, ik wist van mijn kipnugget-video dat hij nummer 1 de training ging worden. Ja, man. Dat jij even kipnuggets gaat kopen met een onderbroek op je kom. Een ARC-video, dat is een hele goeie. Ja, een ARC-video. Ja, maar dat zijn relatief goed bekeken video's. Ja, is goed. Een ARC-video met een onderbroek op het kopje. Ja, ik vind... Ja, oké, laten we doen. Ja, oké, is goed. Dan mogen we nu teams kiezen. Dit team zou je dan 1 keer mogen, want bij de volgende wedstrijd moet je dan weer een andere kiezen. Nou, ik heb eigenlijk Bayern staan, dus ik behoud Bayern. Dan kies ik... Oké, Bayern is niet zo goed, dus... Ja, flikker op, man. Flikker toch op, ja. Dan kies ik Real, ja? Real is ook niet zo goed. Veel succes, Don. Okay, hopelijk verlies je. Rottel. Oké, daar gaan we, Harm. Daar gaan we. Veel succes, mijn jochie. Hij springt al gelijk achter mijn mannetje aan. Zo naar elke keer. FIFA. Het is elke keer zo wennen. Oh. Thomas. Nee. Jammer. Leuke poging. Ja. Ja. Robert Lewandowski. Naar beneden. Ja. Dat moet hem zijn. En dat is hem ook hoor. Robert Lewandowski. Dat was een lekker aanvalletje. Doen we het mee. Oh jemig. Oh, daar komt hij heel vies doorheen ineens. Ronaldo. Nee, dat zit er niet in hè. Dat zit er niet in hè. Oké. Arjen. Ja. Ruimte. Soort van. Ruimte. Robert. Schieten. Robert Lewandowski! Oké, Arjen. Oh, wat een ruimte. Wat een ruimte. Wat een ruimte. Ja, dan heb je Sergio Ramos. Is niet zo snel. Wat is dit nou weer voor gedrocht? Vidal! No! Oh, Boateng! Oh, en dat is ook een vieze Robert Lewandowski. Balletje mee naar huis nemen. Gaan we. Ah, Lewandowski. Oh, die had hij goed hoor. Die had hij goed. Ja, maar die heb ik goed. En nu hebben we Arjen. Arjen, Robin. Wat is dit voor prut voorzet, Arjen? Je hoeft te... Ja, maar het was dat rechte pootje. Arjen, Robin. Zullen we het gewoon proberen? Ik bedoel, we hebben zoveel ruimte. Laten we het gewoon proberen. Ja, bam. Zo, wat een redding. Robert Lewandowski, eerste paal. Bip. No. Robert Lewandowski, eerste paal nogmaals. Wup. Blip. Wow. Thomas had hem bijna, maar Pepe raakte hem aan met zijn koppie. Robert. Robert. Dit kan hem zijn. Robert Lewandowski. Wat? What the fuck? Die ging er niet in. Die ging er niet in. Waar ging die naartoe? Die ging, even kijken, onder zijn voeten. Schop hem. Compleet naast. Ik schopte hem gewoon naar. Ah nee. Hè? Hij raakte hem toch nog op een of andere manier aan dan. Oh, rommel. Nou, en dat was de eerste helft. Potverdik me, Harm. Je moet wel schieten op goal, makkertje. Dat is anders, ja. Oh, kan ik hier wat mee? Ja hoor. Thomas, ja hoor. Vidal, ja hoor. Schieten. Nee hoor. Nee, nee, nee. Ongelooflijk. Ja, hier kunnen we wat mee. Nou, ja. Even zo, Sergio Ramos, dat is toch echt rood hoor. Dat was van achterpik. Haal maar uit het kontzakkie vandaan. Kontzakkie, kaartje, rood, get the fuck out of here. Arturo Vidal, tik hem lekker door, creëren 1-2, even afwachten, pasen, doorrollen, pasen, schieten, zwak schot, linkerpoot in de rechterhoek, zat er niet helemaal lekker in.
Uh-oh, nu kan het heel gevaarlijk worden. Zo, schiet even flink van afstand hier. Die zag ik niet aankomen. Ik dacht hij wilt wel dichterbij komen, maar nee. Oppassen. Neuertje hoor, Neuertje. Ja, dit is prima. En Thomas! Thomas! Je schoot mis. Oh mijn god, en de paas die ook nog langs je. Ongelooflijk. Ja, kijk nou wat een enorme ruimte. Kijk nou wat een ruimte. Even inhouden. En dan weer zo. En dan linkerpoot. Bam, let's go. Daar moet even sorry voor worden gezegd hoor. Want je ging het bos in, mijn jongen. Oh, daar gaan we weer. Of toch niet? Nou, nee. Even inhouden. Nou, ja. Zo. Even rustig, Thomas. Dat is geen buitenspel. Gaan we. Thomas Müller. Moet even gedabbed worden. Oh, dit haat hij. Dit haat hij zo erg. Oh, wat is het toch heerlijk om te winnen. Nou, nu heeft hij toch wel een aanvalletje. Maar het zit er toch net niet in. Net niet. Nee. Dat was zo'n wisselschot. Dat hij op L1 moest drukken om van speler te wisselen. En vervolgens hem erin probeerde te loppen. Dat wil nooit werken. Tenminste, dat is gewoon een controller issue. Even zo. Hartstikke idee. Pasen. Terug. Arjen! Oh, Arjen had niet genoeg ruimte van zijn man afgenomen. Alaba, huppakee, doorpassen. Ja, er is ruimte hoor. Er is heel wat ruimte, maar dat komt natuurlijk omdat hij één verdediger minder heeft. Double tap. Robert! Is niet van de partij. Terug. Hartstikke idee. Navas houdt hem tegen hoor. Mooi, mooi, mooi. Oh, nu kan hij een counter opzetten. En dat is hij aan het doen, Benzema. Zo, glipt even langs me. Nee, toch niet. Dat is Boateng, hè. Nou, en dat was de wedstrijd. 5-0. Robert mag even lekker de balletje mee naar huis nemen. Mooi hoor. Genieten. What the fuck? Pas nou op met die verdediging. Pas nou op met die sliding. Krijgt hij een rode kaart. Wat een oude fucking ramp. Wat ging daar mis, Arm? Ja, ouwe, het is het eerste potje in gewoon een jaar, hè? Ja, oké, dat is waar, dat is waar. En jij speelt elke week dedicated gewoon. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik bedoel, 2 jaar geleden in FIFA 15, toen waren we nog best wel gelijk aan elkaar, maar... Ja, maar je hield het niet vol, ik ging verder en jij niet. Oh, ja, dit is het eerste potje. Je moet toegeven, op het einde ging het nog wel aardig goed. Ja, zeker. Tweede helft had je meer controle, inderdaad. Ik had iets meer controle, ja. En ja. Nu het tweede potje, joh, ik ga je slopen. Is goed. Ik kies voor Borussia Dortmund. Als ik nu Barcelona doe, hè, weet je wat dat is? En dan win ik bijvoorbeeld, ja. wat ik niet gok hoor. Maar als ik dan win, dan ga je zeggen van ja, ik had een veel slechter team. En als ik verlies, dan is het, je was Barcelona. Oh. Ja, boeien. Eigenlijk moet ik nu gewoon Heerenveen kiezen. Nee, je moet gewoon een team kiezen waar je prettig mee voelt. Oké. Echt, de statistieken boeien me echt geen reet. Harmpie, veel succes met je Barcelona. We gaan er wat moois van maken. Dembele, langs de lijn, soort van... Scheids! Ja. Eens even kijken, ik slinger hem bij de tweede paal op... in het strafschopgebied. Zo, die kopte niet over. Dat had ik niet verwacht, alhoewel. Wordt uiteindelijk een corner. Rode! Ah, Socrates, wat een nare kopbal dat. Harm speelt het nu vele malen rustiger. Hij zoekt gewoon even zijn mannetjes waarna hij toe kan pasen. Niet al te overhaast. Probeert even lekker wat op te creëren. Gaat niet naar binnen toe. Gaat weer niet naar binnen. Gaat door mijn poortje heen. Ongelooflijk. Dat is een goal. Ik had niet verwacht. Even kijken. Verdedigde ik met Bartra? Dat hij uiteindelijk zijn poortje had opengezet. Flink zonde. Ja, nou sta je voor het goal. Ik weet niet. Wie heb ik in het doel? Nou, een van die twee keepers. Het zijn allebei prutsers wat dat betreft. Dus, oh jeetje. Oké, Dembele. Even erlangs. Die Jordi Alba, dat gaat een lastig figuur worden hoor. Oké, misschien kan ik nu zelf wat opzetten. Dan gaan we, meneer Castro. Zet van zich af. Paast hem door naar Mario Götze. Maar wat een verschrikkelijk wijde paas. Kan ik hem nog voorgeven dat... Nee, ik heb veel te kleine mannen. Zit alleen maar kleine mannen in Borussia Dortmund. Oh jezus, wat een uitwerkingspaas. En die hele kant is open. Piszczek raakt hem nog wel aan. Maar het is niet genoeg. Neymar schiet hem uiteindelijk. En dat was heel erg wazig. Dat was nergens voor nodig. Dembele, zijkant. Als het goed is Jordi Alba niet meer van de partij. Heb niet echt
ruimte. Moet het maar even creatief oplossen. Aubameyang is er vervolgens langs. Kan ik hem... Oeh! Vanuit die hoek is het op zich nog best mogelijk. Nou ja zeg. En dan houdt hij hem nog binnen en schiet hij hem tegen mijn speler op. Dat is erg ongunstig voor mij. Oh, gaat-ie. Hey, goed zo, Burki. Hebben we Aubameyang. Woep. Oké, daar gaan we. Nu moeten we rennen. Nu moeten we gewoon meters maken. Ja, doorgelopen. Op mijn enkels. Dat is rood. Daag. Eén verdediger weg. En dat was Jordi Alba. En dat is een hele vervelende man. Een hele vervelende. Sebastian Rode. Inhouden. Goed zo. Aubameyang. Even zo. En aan. Bep! Ik weet nou niet of zijn voet ertussen zat of niet. Het was echt een belabberd schot. Dembele. Ja. Dembele. Ja. Dit is hem. Castro. Ja. No. Dit is het ongeluk. Het is teruggekeerd. Nou, en dat was de eerste helft. Ongelooflijk. Ik heb één schot op doel, maar dat was wel de kans. Alhoewel, ik heb meer schoten op doel gehad. Ook die kopballen in het begin, dus ik weet niet waarom er één staat. Want ik heb er meer gehad dan één. En go, go, go. Aubameyang, go, 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 go. Ah, net te ver. Oké. Mario Götze, paas. Castro, paas. Mario Götze, paas. En dan slijt hij mijn verkeerde persoon onderuit. Nog een rood. Waar ben je mee bezig, man? Je houdt geen verdediger meer over. Hoor je maar, Arm. Oké, op goal. Anderhalf balkie. Het is toch ongelooflijk. Anderhalf balkje. Zo, zo. Terug. Oké, nu. Royce. Oké, doorpassen. Meneer Schürrle. André Schürrle, ik had je even ingewisseld en hij zit erin. Mooi in het hoekie. We hadden gewoon meer Duitsers nodig. Weg met de Fransen. Stop er een Duitser in. Wat ga je nou doen met Messi? Hè? Geeft hij me ineens voor. Suarez heeft hem nog bijna op zijn kopje kunnen krijgen ook. Maar nee. Oké, daar komen we goed mee weg. Mario Götze, inhouden. Pasen. Heel goed. Royce op afstand. Nee, dat was niet hard genoeg. Oké, hier kan ik wat mee. Even naar binnen. No. Rot op, Busquets. Busquets is zo irritant in het spel, hè. Dat is misschien wel de beste CVM die je kan wensen. Socrates. Jouwer. Even breken. Hartstikke idee. Mooi. Lekker gekopt. Goed gedaan. Oké, Aubameyang op de 1-2. Nou toch nee. En dit is wel oké, hoor. Schmelzer. Paas daar naartoe. Schürrle, 1-2, door, heel mooi, bep! Oh, hoe ging die langs? Ongelooflijk, André Schürrle, kan niet onder druk werken. Oké, countertje, komt-ie. Mario Götze, terug naar binnen. Zo, jij doet er even lang over om te pasen. Oh, struikelsessies, door. Meneer Schmelzer, mlam! Lekker vierde paal erin. Marcel Schmelzer. Lekker hoor. Heerlijk. Dank u. Is dat geen buitenspel? Al mijn verdedigers stakken een handje op. Nou, nee. Wat? Ongelooflijk. Geeft hem weer voor. Geen resultaat. En dat is een 3-1 voor mij. Hermpie. Hoor ik een onderbroeksessie aankomen? Ik heb hem al op mijn hoofd. Je gaat zo direct Ark opnemen. Je hebt hem al bijgepakt. Nou. Wat was dit een kutpotje, ouwe. Oh, het ging zo lekker, joh. Het echt. Eerste helft was compleet eerste voor helft... jou. En maar de tweede helft ging op zich ook goed. Maar die rode kaarten, die hebben alles verpest gewoon. Ja, nee, maar je moet ook gewoon niet op mijn enkels trappen. Ja, maar die eerste, dat was misschien wel een beetje vies. Maar die tweede, ik snapte daar geen bal van. Want ik wilde sliden op jouw speler. Maar die stink Aubameyang, die stond er nog voor. Met zijn kakkop gewoon. Dus die haalde ik vol onderuit. Pas naar op met die tackle, zo. Kan je al die nagen... spelers weg. Ja, al die spelers. Kan je nagaan als Jeroen een voetballer is. Nou, en dat was hem dan weer voor deze keer. Harm heeft
Omdat hij verloren heeft, een onderbroek op zijn kop moeten doen. Zodra ik het bewijs heb, laat ik het aan jullie zien. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je toevallig nog twee andere video's van mij zien? Staat dat hier. Staat ook nog een bolletje bij met Harms zijn kanaal. Kan je ook gewoon een keertje uitchecken. Abonneer je erop als je heel graag zijn onderbroekenkop wil zien. En dan zie ik je graag terug de volgende keer weer. Doei doei!